Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik iedere keer zeg, ga je zoveel verschillende dingen doen. En zo ook mijn volgende gast, want hij maakt, als je het meevraagt, een van de lekkerste pannenkoeken in Suriname. Wat is een hele Vandaag zit ik met Nick Rustenberg, meer bekend als de man achter Riesstands pannenkoeken. En more, want er is meer. En hij gaat me daarover alles vertellen. Hi Nick. Hi Lina. Hoe gaat het met je? Gaat prima. We zijn hier. Ja, yes. ja, <laughs> ja. lekker cozy, lekker knus. Helemaal. Ja, geen zin meer toch? Nee. Nee, nee, misschien een beetje. Een beetje? Ja. Right. Niet erg, dat mag, dat mag. Ja. <coughs> Riestans, pannenkoeken en more. Misschien kijkt er iemand wat heel erg zal zijn, maar de persoon weet niet wie jullie zijn... Wat jullie allemaal doen. Mm -hmm. Misschien wil je me daarover even vertellen. Of wil je me daarover vertellen? Oh ja, zeker. Er is dan Span, Geek en More. Uh, onze basis is pannenkoeken. Mm -hmm. We zijn ons daarin gaan specialiseren. Uh, maar we wilden meer doen. En met meer zijn we gaan denken aan de werkende klasse. Met ontbijtboxes. Uh, ook voor verjaardagen doen we ontbijtboxen in het groot. En we willen... Uh, meer doen, maar dat ga ik nog even houden. Maar, hoezo, uh, <laughs> voor eentje, maar ja. Okay, dus, uh. Ja, we zijn, we, zijn, uh. Uh, we willen gaan uitbreiden naar zo'n uh, pannenkoekpaar. We willen cocktails gaan doen. Uh, et cetera. dus daarmee zijn we bezig. Oké, okay, we gaan zo meteen naar uh -huh. het meer gedeelte. <laughs> Hoe zijn jullie op het idee gekomen om te starten met de hele pancake uh, pannenkoeken business? Pannenkoeken bestond al. Mm -hmm. Mijn broer deed dat voorheen. Uh, hij was gestopt. Ik werkte bij Torarica En toen kreeg ik een dochtertje. Wat? Ja, dus toen zei ik van... Zo, ik heb een dochtertje. Ik moet meer geld maken. Uh, dus toen zei ik een beetje gaan denken. Toen hebben ze van... Nee, dan ga ik uh, het gebeuren oppakken. En... Maar ik wil hem groter doen. Ik wil meer gaan doen. Uh, dus dat was eigenlijk... Dat waren de eerste momenten van Restance, Pancake More. Mm -hmm. Je zegt, je wilde het groter doen, je wilde het meer doen. Wat is, wat is het meer dat daarbij is gekomen? Mm -hmm. Ik wilde sowieso eigenlijk niet alleen gaan focussen op uh, Facebook. Want daar was het toen. Mm -hmm. ik, wilde, ik wilde meer qua sales, marketing doen. Ik wilde... Een, ik wil hem eigenlijk op een hogere schaal brengen. Mm -hmm. Daarom ga je me eigenlijk nooit horen zeggen... ik, ben een, ik heb een kleine onderneming. Because I want more, I want to go bigger. Je hebt de onderneming. Precies. Dus... En ik wil zelf internationaal gaan. Met je panna Ja. Oké. Okay. Ik zeg dus, doen. Ik zeg doen. Ja. Gewoon. Nee, dank je. Okay. Je ja. hebt je business gestart, je hebt je baan gelaten. Wat, uh, dat is wel echt een uh, bra brave job, want dat heb je eigenlijk nog niet verteld. Je werkte toen, ik mm -hmm. weet niet waar je nu werkt, maar weet je? <laughs> maar hoe was het proces voor jou om die, om die, om die, om die, om die stap te maken? Want niemand mm -hmm. uh, in deze tijd zegt: van, hé, let's it dan Klopt. <laughs> <laughs> uh, het was heel zwaar. Mm -hmm. En eigenlijk, <coughs> wat voor mij het zwaarst was, waren mijn eigen gedachten. Yeah. You know, maar oké, okay, ik had wat kapitaal aan de kant, mm. maar besteed je het wel goed? Moet het nu? Kan het niet anders? Moet het... Weet je, dus dat zijn eigenlijk dingen waarbij je met jezelf gaat worstelen, als het ware. Mm. Um, super zwaar, maar uiteindelijk is het gelukt. Ja, want het we is... zijn hier. <laughs> ja. Goudbruin gebakken, mooi. Ik heb al ik heb eentje mogen <laughs> Dank je. proeven. Ze ja. zijn nog steeds op de par. <laughs> de business is er, uh, jullie hebben uitgebreid. Want Pannekoeken in eerste instantie kennen we ze als zoet, mm -hmm. kaneelsuiker, suiker, um, mm. appelstroop, mm -hmm. chocolade, ch weet ik veel wat je nog met pindakaas, Pannenkoeken <laughs> zijn ook overhele, pannenkoeken ja. met kaas, et Maar jullie hebben gezegd nee, 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 nee. Mm -hmm. Wij gaan het gewoon anders doen, want jullie hebben de, 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 de breakfastboxjes. Klopt. Yes. Uh, ja, dus we hadden eigenlijk zo al heel veel geëxperimenteerd, is mm. hoe je die toppings mm -hmm. noemde. En toen dachten we aan die werkende klasse. Waar ik werkte hadden we vroege shiften. En het was altijd de uitdaging om in de ochtenduren een ontbijtje te halen voordat je naar het werk ging. Mm -hmm. Dus vandaar kwam het idee om eigenlijk aan die, aan die groep mensen te denken. Dat is het idee voor de boxjes. Mm -hmm. Voor de mensen die ze nog niet kennen, wat zit er allemaal in zo'n boxje? So, voor maar 100 SHD krijg je Twee van onze overheerlijke pannenkoeken. Hier zijn vier al vast. Dus <laughs> ja. Twee bokjes. Klopt. Die um, heeft wat gegrilde toast erbij. Mm -hmm. En het beleg. Het beleg kan al variëren: het kan kip zijn, uh, lever, Sausage. We hebben natuurlijk ook kibbeling toegevoegd. Maar mm -hmm. dat is een, een, een special. Dat doen we niet elke dag. Mm -hmm. Dus als ik zeg maar zo'n boxje bestel, kan ik bepalen van ik wil kip en, en lever. Kan. Of is dat gewoon elke dag één site, mm -hmm. dus één uh, beleg? Nee, 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 we hebben allemaal uh, per dag, mm -hmm. los van die kabeling. Mm -hmm. mm -hmm. En het is wel één belegsoort per bakje, dat is oh. wat je bedoelde. Oh. Nee, dat bedoelde ik niet. Dus ik, dus ja. De volgende vraag was: mag ik het <coughs> combineren, maar dit, dat mag nog niet. Kijk, we proberen altijd <laughs> de onze klanten tegemoet te komen. Dus mm -hmm. anders, als ik iemand aan de lijn heb, ik wil graag dit en dit dan. ...doen we wel onze uiterste beste persoon tegemoet te komen. oké, oké, oké. Noted, noted. Oké, okay. voor ik ga afsluiten... ...en aan het begin gaf je aan dat jullie ook bezig zijn met nog meer... ...want het is... ...je hebt je, hebt je baan gelaten, je hebt, je, je hebt de stap genomen... ...je bent in het diepe gesprongen en je zegt... ...hé, hey, dit wordt gewoon mijn eigen business... ...die business gaat goed, want ik zie jullie langsgaan op Facebook... <laughs> ja. de, de, ...de visuals, zie dus je? Klopt, ja. Marketing <laughs> ja. up to par, je hebt gezegd, je gaat het <laughs> ja. anders doen... ...jullie hebben uitgebreid, er is dus meer op het menu... <laughs> Um, jullie denken aan de mensen die vroeg starten, dat ze ook zeg maar, een volgevoel kregen, want het is een savory bread, ja. een like hartig broodje met de, de, de pannenkoeken als toetje erna. Klopt. En toen zei je: Oké, okay, I'm doing this, maar meer. Klopt. So, wanneer kunnen we. Uh, wordt het meer wat je aan het begin zei, de, 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 de pancake bar, de pannekoeken Alsnog kan ik geen tijdindicatie nee. geven. Ik ben wel hard aan het werken. Mm -hmm. uh, de financiën spelen ook een rol, mm -hmm. want je moet heel veel investeren. Maar ik wil wel op en top zijn voor december okay, dit nee. jaar. Nee, nee. dan kijken ja. daar alvast naar uit. Ja. Oké, okay, we <laughs> hebben nu alle informatie eigenlijk. Maar het belangrijkste ontbreekt, want mensen hebben nu thuis hakken Ik heb al gezegd, oké, okay, morgenochtend moet ik, moet ik een box bestellen voor mezelf. Yeah. Um, waar? Kan ik het halen? Hoe gaat het bestelproces mm -hmm. uh, vanaf hoe laat? Want hoe vroeg is de vroege shift? Zes uur? Is het mm -hmm. twee uur morgens? Oké, okay, wat wij huh? doen, uh, mensen kunnen binnenstappen vanaf zeven uur. Daarvoor, de tijden <laughs> daarvoor. Mm -hmm. uh, wat we ook krijgen, is dat mensen onze appjes sturen van hoi, ik werk, ik begin om zeven uur. Kan ik het misschien half zeven ophalen? Kan ik kwart over zes? En dan zorgen wij ervoor dus dat wij dat dan klaar hebben, zodat mensen dan toch nog op tijd kunnen zijn. Uh, we zijn verder gevestigd... aan de Akira straat nummer 6. Uh, dat is omgeving Flora. Mm -hmm. Oké, okay, dat yeah. was it. <laughs> <laughs> ja, <zo. laughs> Jullie hebben ook een Facebook pagina. Daar kunnen ze cool ook checken. Ristans Pancakes More. We zijn te bereiken op het nummer... 855-0173. Nou, yep. meer hoef ik er niet aan toe te voegen. <laughs> Want het is supergezellig. Ik heb super. nog wat vragen voor... Okay. Maar ik zou zeggen heel veel succes met alles wat je doet mm -hmm. en ik kijk uit naar het meer gedeelte uiterlijk december hè? dat is de deadline. Klopt, klopt, klopt. Hartelijk dank. Echt. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Nick Rustenberg bij ons in de studio en hij is de owner van Ristan's Pancakes and More. Ze maken de overheerlijkste pannekoek in Suriname. En hebben ook super leuke on-bait Dus die jij nu gewoon moet gaan bestellen. Ga naar hun Facebook pagina. Het nummer van hun komt ook in beeld. En plaats jouw bestelling. Het is een jonge Surinamer, Anders Hij heeft grote dromen. En hij gaat ze ook nog eens een keer waarmaken. En remember: your time, that's my time. It's cute. time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.